pak van Ada Erens? Ik geloof het wel, dat is een opdracht. Weet jij er meer van? Ze wil met ons naar Thailand. Dat meen je niet. Moet je luisteren. De nieuwe collectie van Ada Erens komt wereldwijd uit met onze medewerking. Is dat niet mooi? Dit is fantastisch. Hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen? Nou, ze vroeg me. Of ze vroeg me eigenlijk als model. En toen raakten we aan de praat en bingo. En jij gaat mee? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, we willen eigenlijk 50% van de meisjes daar casten. En de rest die moeten wij verzorgen. Hé. Hey. Oh, mag ik eens kijken? Dat is een mooie tekening. Wie is dat? Jij. Ben ik dat? Ja. En wie is dit dan? Oh, dat heb je hartstikke mooi gedaan, Guusie. Ja. Wat zijn we aan het doen? Foto's maken, denk ik, hè? Ja, foto's. Laat eens kijken, schat. Maar kijken. Kom eens bij me. Hé. Hey. Wat mooie tekeningen. We zijn echt foto's aan het maken. Wat knap van je, zeg. Weet je wat? Teken er maar een mooi vliegtuig bij. Want tante Linda gaat binnenkort op reis met het vliegtuig. Wat levert dat financieel op? Oh, dit is de eerste klus waarbij geld geen bezwaar is. Wij vragen, zij betaalt. Het is ongelofelijk, dit. Goed, zeg maar tegen Ada dat we er heel erg veel zin in hebben. Ja? Nee, dat begrijp ik. Dat komt allemaal goed, dat beloof ik. Dag. Zie jij er belabberd uit? Ik kom net bij Janine vandaan. Oh, wat zei ze? Dat is niet voor herhaling vatbaar. Dan had je ook niet moeten gaan. Is het toch ook nog helemaal niet aan toe? Ze heeft het nu nog even nodig om iemand de schuld te geven. Ja, nou, dat ben ik dan. Nou, vooruit dan maar. Maar ooit zal ik proberen duidelijk te maken hoe het zit. Ze moet begrijpen hoe erg ik het vind dat het zo gelopen is. Laat haar dan gewoon even met rust en proberen het uit je hoofd te zetten. Dat zal niet meevallen. Nou, maar er zijn ook nog wel leuke dingen, hoor. Zoals de nieuwe zomercollectie van Ada Erens in Thailand. Ging daar het telefoontje over? Opdracht is al binnengetekend en wel. Wie gaat er mee? Oh, de details moet ik nog met Suzanne bespreken. Ik bied me graag aan als coach of als reisleider. Maakt niet uit wat. Nou, je bent niet de enige geïnteresseerd, hoor. Nee, maar wil je alsjeblieft je best voor me doen? Een reisje kan ik wel gebruiken. Kan ik misschien die ellende een beetje vergeten. Ik zal mijn best doen, maar ik kan niks beloven. Zo. Duurde even voor de taxi kwam. Maar ik ben enige om met haar naar Thailand te gaan. Hè? Wat een klasse heeft het mens. Nou, inderdaad, ja. Ik dacht dat ik mijn glas toch behoorlijk vasthield. Maar vergelijkbaar heb ik net een boerin. Nou, dat is ook onzin. Oké, maar er is toch wel verschil. Heel duidelijk. Nou, weet je wat? Kun je nog even oefenen. Dank je wel. Ach, ik hoef ook niet te zijn zoals Ada Erens. Wat denk je? Zou zo iemand ook gelukkig kunnen zijn met hele kleine dingen? Zoals? Daniel en Guusje. Was zo leuk. Toen ik vanmiddag thuis kwam, waren ze met z'n tweeën aan het spelen met autootjes. Echt, ik voelde me gewoon de gelukkigste vrouw van de hele wereld. Oh ja? Ja. Daniel is zo schat. Ik begrijp het gewoon niet dat ik dat niet eerder heb gezien. Dus dat intense gevoel waar je het laatst over had, dat was niet tijdelijk? Nee. Nee, Daniel is echt de belangrijkste man in mijn leven. Wat ik nou niet begrijp, hè, is waarom je dat dan niet eerder had gevoeld? Ja, soms is er misschien iets extreems nodig om zoiets te ontdekken. Ik weet het ook niet. Dus je bent echt verliefd? Maar ik kijk er wel een beetje van op, hoor. Jij vindt het raar? Nee, ik vind het helemaal niet raar. Alleen ik had nooit gedacht dat je over hem zou vallen. Nee. Ik zelf eigenlijk ook niet. Ja, het is heel raar. Ik begrijp het zelf ook niet, maar... Het is net alsof ik een oceaan in een theekopje probeer te krijgen. Dandy had made a date with police. Hey. Like that. Hey, Linda. Als je geen zin in hebt, moet je het zeggen, hoor. Wel nee, zeg, kom binnen. Leuk. Kan ik iets voor je inschenken, een glaasje wijn of zo? Nou, lekker.
Ik ben blij om te zien dat het weer wat beter met je gaat. Je ziet er wel goed uit. Ja, dat heb je heel goed gezien. Gaat het ook? Nee. En hoe komt het dan? Ja, wat denk je? Het is toch weer goed met Suzanne? Guusje is weer beter, dus wat wil je nog meer? En niemand die wist dat je zo dwars zat, hè? Nee, nou, dat hoeft toch ook niet. Ja, zeg, zullen we het even over iets anders hebben? Nou, je hoeft je voor mij niet groot te houden, hoor. Ja, dat doe ik helemaal niet. Het is gewoon goed met Suzanne, daar ben ik blij om. En is het nou gewoon goed of is er ook nog iets veranderd? Nou, als er iets veranderd is, dan is het alleen maar in positieve zin, oké? Oh ja? Ja. Ja, blijkbaar moet je elkaar eerst haat om erachter te komen dat je toch om elkaar geeft. Nou, zo toevallig. Zoiets zei Suzanne ook al. Nou, zo zie je maar weer. Is al die ellende toch nog ergens goed voor geweest, hè? Proost, Linda.